Boom! Oh mijn god, dude! Woo! Jij daar hebt geklikt op deze video, dankjewel daarvoor. Maar hey, support je mij al in de itemshop met de supporter creator code? Nog niet? Oké. Ga even naar Fortnite, ga naar de itemshop, klik op supporter creator, vul mijn code in, klik op accept en vanaf nu support je mij, motherfucker. Dankjewel, geniet van de video. Dit wordt even spannend jongens, voor dat arena. Ik speel solo en ik ga hier landen in Pleasant Park waar het ongetwijfeld heel erg druk gaat worden. Dus het is nog even afwachten of ik dit ga overleven. Ik hoop het. Wat we sowieso moeten fixen is gelijke wapen. Gaat dat lukken? Ja, want je landt schijn. Oh jawel, iemand boven mij. Iemand boven mij. Oké. Maar die heeft niks, die heeft niks. Oké. There you go. Goeie kill. Die pistool moet ik hebben. Die daar. Dan... Dus is hij in de kelder geweest? Nee, denk ik. Er ligt sowieso geen kist in de kelder. Maar wel een AK. Dat is toch wel even lekker dat ik die nu mee heb gepikt. Oké. Goed. Mijn rug afdekken. Just in case. Je weet nooit of er dan in één keer iemand achter je komt die je gaat laseren. Geen kist helaas hier beneden. Of hij is al geloot. Nope, er is gewoon geen kist. Oké. Ja, je moet echt heel snel informatie verzamelen, jongens, in Fortnite Arena. Maar het gaat heel snel. Het gaat allemaal gewoon echt belachelijk snel. Geen ammo box. Kistje op het veld. Kijk, dat is lekker. Die willen we hebben. Daarachter loopt iemand. Oh, dit is heel fijn. Dit is heel fijn. En die gast die daar liep, willen we nu dus killen. Te laat. Heel zonde. Oké. Daar heb ik best wel veel massa mee. Oké. Volgens mij viel iemand anders al staan trouwens, right? Hebben. Volgens mij werden we aangevallen door iemand anders. Er zit eentje onder mij. Oké. Oké. Oké, ja, lach maar uit. Oké.
Hij dacht me even makkelijk te killen, maar dat gaat niet op. Irritante guys dit, man. Ditchen hem heel even uit het gevecht. Om daar die medkit te kunnen pakken. Ik ben ook benieuwd of hij dit door heeft. Dat ik hem gewoon even uit het gevecht boek. Want hij zit daar fucking goed gesetteld in zijn gebouwtje. Met al zijn structures en zo. Dat gaat voor mij gewoon niet werken. Ik zit nu op 2 kills. Dat is op zich best decent. Kutzooi. Ik moet natuurlijk geen geluid gaan maken. Dat is super dom. Oké. Geen idee, misschien zit hier ook nog wel iemand. En ik moet die gast in de gaten blijven houden. Oké. Nou ja, ging op zich nog best redelijk. In de zin van hoe ik mij uit die akelige situatie wist te krijgen. Want hij had me in principe, had hij me gewoon, weet je. Hij had mijn muur. Toen bouwde ik snel natuurlijk een trap. Toen edit ik eruit. Toen ging ik helemaal naar boven. En toen dacht hij, oh shit, dit wordt nog moeilijker dan ik dacht. En nu leef ik nog. Dat is wel echt lekker. Het is tijd gewoon even weer super veel resources fixen. Dan gaan we zo meteen gewoon opnieuw challengen. Want ik denk dat hij daar nog steeds zit. Dat denk ik. Jammer joh. Nou, de tables have turned, my friend. Nu zit ik in een huis. Mag jij me gaan pushen? Nou ja, grapje, kom maar naar boven. Hij komt er zo aan, natuurlijk. Oh, we worden helemaal gek van elkaar, jongen. We hebben nu echt altijd in de eeuwigheid hebben een fight. Ik ga dit gevecht winnen, jongens. Oké. Oké, daar zit hij dus. Thank you.
Top 25 heb ik. Wat een fight het, jongens. Niet normaal. Daar zit hij. Echt ongelooflijk dat wij allebei gewoon nog leven. Oh, daar komt er nu een aan. Die gaat zich ermee bemoeien sowieso. Ik denk trouwens dat hij gewoon eieren nu kiest voor zijn geld. Dat hij ze gewoon inbouwt. Dus hij zegt van, yo, laat maar lekker. Dat hij nu dus de turtle toepast, zeg maar. Dat denk ik. Ja, zie je? Hij is nu ook al de... alle walls van zichzelf aan het maken en zo. Ja, doet hij wel slim. Let's go. GG's naar deze dude. Ik weet niet wie het is, maar echt GG's. Holy fucking shit, gek. Wij hebben echt een ziek gevecht gehad. G fucking G. Holy crap, man. Oké, ik ben eruit gekomen. Maar, ja, basically dead, right? Ik heb... Oké, hij wil dus een winnaar in het gevecht hebben. Hij allowt het niet als ik wegga. Dat staat hij absoluut niet toe. Oké. Ja, jongen. Eén van ons gaat het gevecht winnen. Ik heb nog maar 33 HP. Dus ik denk dat hij het gevecht gaat winnen. Oh, I'll give it a shot. Oh mijn god, dude! Oh mijn god! G fucking G, ouwe. G fucking G. Oh mijn god. Shit, gek. Holy fuck. Ik moet nog één placement, dan heb ik gewoon weer punten erbij, trouwens. Schiet me nu in één keer te binnen. Oh mijn god, G fucking G naar deze dude. Damn. Ja, kijk, hoppakee. Weer 2 punten erbij voor reach top 15. Dat is heerlijk. 3 kills, dus dat is al 3 punten. Plus top 25 is nog eens 3 punten. 6 plus nu 2 is gewoon 8 punten. 4 keer de bus betaald, jongens. Heerlijk. Want in solo betaal je 2 punten voor de bus. Damn. Echt de grootste GG ooit naar die dude. Ik heb nog nooit zo'n intensief gevecht met iemand gehad. Ik meen het echt serieus. Ik moest echt tot het gaatje gaan. Ik moest echt constant, elke seconde moest ik nadenken van oké, wat ga ik nu doen? Ik heb geen resource meer, shit. Ik heb bijna geen bullets meer, oké. Fuck, hij pusht me, weet je wel. Ik heb echt elke seconde na moeten denken. Maar fuck yeah, het is gelukt. Ik ben uiteindelijk de winnaar geworden, jongens, van dat gevecht. En dat voelt voor mij nu al als een overwinning voor dit potje, ik meen het serieus. Ik vind het misschien een beetje overdreven. Maar ik als iemand die elke dag speelt om beter te worden in het spel... Ik vind het echt een massive achievement. Ja, jammer joh. Die is nu stuk. Stik in je ding. Oké. Hij gaat daar sowieso turtelen nu. En dat is dus wat ik al zei. Ik weet trouwens niet of ik dat op het begin van het potje zei. Maar anders zeg ik het nu.
Dat is het heel erg met Arena. Oh, daar. Je maakt niet heel veel kills, maar het is elke seconde spannend. Ja, weet je zeker? Oh, hij gaat minigunnen, denk ik. Nee, je must be kidding. Ga ik nu echt door die kut trap? Flikker op, hoor. Flikker op, hoor. Nee. Ga ik dood door de trap? En waarschijnlijk ook nog door falling damage. Dit is ongelooflijk, jongens. Dit is ongelooflijk. Ik heb wel 4 kills. Het is een van mijn meest intensieve arena potjes ooit geweest. En nu zou je dus zeggen van, oei, wat een kutpotje, hé. Tiende of elfde geworden. Met 4 kills. Jeetje, dat upload je toch niet? Nou, jullie hebben kunnen zien hoe intensief dit was. En ik ben er serieus best wel trots op. Best wel veel punten gescoord. Dus beste kijkers, willen bedanken voor het kijken in deze Fortnite video. Dit is een heel ander soort video dan ik normaal zou uploaden. Omdat het dus veel minder kills is. En een heel ander, een soort van stijl om te spelen. Maar ik hoop dat jullie het leuk vinden. Zo ja, laat het dan weten door een duimpje omhoog te doen. En door een reactie achter te laten met of je vaker wil dat ik Fortnite Arena solo ga spelen van Fortnite video's. Laat het me weten dus in de reacties. En zie ik jullie hopelijk morgen allemaal weer terug om 3:30 bij een nieuwe Fortnite video. Laters.